Aha. Ja, werk, wat voor werk doe jij? Hebben we het nog gevraagd of niet? Ik kom net aan met die sneeuwstorm. Verpleegkundige. Oh, dat heb ik niet achter je gezocht. Nee, hè? Nee. Ik ben meer een soort... Hele kleine baby's. Verpleegkundige met heel kleine baby'tjes. Oh, dat is een vraag, nog vragen hier. Heb je nog een vraag of niet? Nee, ik heb niets vragen of zo. Hoeveel lang mag je eigenlijk drie minuutjes is, man, is wel een ja, hoe meer je drinkt, is meer die je hebt te zien, zeg maar. Normaal liggen baby's dan zo, en bij jou is die... Cool. Ik ben echt gewoon maak. Nee, nou, ik wacht even. Ja, ik kan hem nu volgen. Wacht even. Hij zit nu bij je knie. Dan krijgen sommige vrouwen gewoon dikke enkels. Ik heb zo wel die zoveel met die veulens gewoon in het zwemmen. Hij geeft een hommetje. Ja, ik zie je. Oké. Ja, maar kom maar, dat wist je vroeger ook niet dat je daar dat je eens zou rollen, of wel? Echt, nee? Nee. Nou, kom maar, hoe kwam dat zo? Vroeger kwam dat zo, ja. Heb je er foto's van? Of, ja. Ja, ik heb zo'n boek. En je dit dat je vriendin? Ja. Je bent uitgemaakt voor houthakkersbloed, dus je bent helemaal beledigd, hè, of niet? Ja. Kom net binnen van de bijenkamp waar houthakkersbloed ja. Ik krijg straks weer te drinken van je. Het is wel een mooie gedachte dat je een kerel hebt die dat doet, toch of niet? Is dat de reden waarom je bent gevallen of niet? Nee. Nee? Wat, dat was daarvoor? Ja. Oh, hiervoor was je gewoon een autohandelaar. Hij gaat iets heel anders doen. Eloïe Feuters. Nu met gratis pop, weet je. Maar in een week gewoon, ja, ik kan het ook niet meer. Maar jullie hebben zelf nog geen kinderen? Twee. Twee? Oh, dat is cool, wat leuk zeg. Echt, ja, is dat niet moeilijk? Een schilder die heeft thuis nooit geschilderd en allemaal. Is dat, heb jij ook dat soort nadelen of niet? Dat je het gewoon niet meer weet? Ja, weet je, hoe groot is het voor de moeilijk? Dat is waar, ja. Nou, laten we daarbij houden dan. Als iemand nog een tegeltje heeft of zo. Schrijf er ook graag zeggen. Schrijf er daaruit. Nee, maar ook wel een heel leuk gesprek, maar dit ligt echt bij jou hoor. Ja, dat is wel apart werk. En doe je in het ziekenhuis of thuis in een garage of zo? Dan ben je begonnen. Ja, gewoon op marktplaats zou ik niet. Feuders, wel Ron. Die bumperstickers. Cool man. Ja. Nou, ik zal nu een beetje stoppen. En jij werkt ook? Je ziet er een beetje uit als een ideeër, als ik zo vrij mag zijn. Nee, dat niet? Nee. Ook iets met baby's? Nee, geen baby's. Geen baby's? Iets ouder. Iets ouder baby's. Oh, je bent leraar? Nee. Moet ik blijven gokken of ga ik... Nee, zeg het maar. Sorry, dat is mijn fout. Kinderdagverblijf! Dacht jij dat echt? Oh, hij weet nu ook. Wat had je nog niet verteld? Wel. Ik heb hem 8 jaar, maar daar hebben mannen gewoon niet over. Het is zo briljant dat je hebt. Zijn beste vriend. Ah, dat mag je niet. Langer. Nou goed, gaan we even. Oh nee, die is hier erbij. Nou ja, dat komt helemaal. Ik zeg eigenlijk, ik dat ze voor een hele kipper in hebben opengetrokken hier. Wat kakasjes?
ga je straks weer helemaal los in de surprise natuurlijk. Het zijn van die meiden die laten zich gewoon door die mannen helemaal volgooien. Ja, dat moest je nog blijven. En dan 12 voor de kassa. Ciao, ga naar huis. Hoi, hoi. Die staat zo ver komen, maar helemaal gelukt. Maar kinderen, maar run jij kinderdag blijven? Of is je een van de mannen die daar van... Hey, wie doen? Dat was best hier ook wel. Nee, wat doen we? Nee, wel leuk, wel leuk, wel leuk. Ik heb zelf ook kinderen nu. En de dames daar, wat hebben jullie kinderen? Ja, ja. Ja, over daar dat jullie losgaan. Af en toe natuurlijk. Na 6 jaar, eindelijk. Ik kan er helemaal niet meer tegen. En vroeger zat het gewoon aan het infuus, weet je wel. Gewoon met alcohol en nu gewoon 2 witte wijn. Ah, ik voel me zo gek. Waar komen jullie vandaan? Waardenburg. Waardenburg? Zullen we daar nog terug met de tractor, of niet? Ja, ik zal het even over mezelf hebben inderdaad. Nee, ik heb mezelf ook kinderen, maar ik heb me er wel een beetje in vergist ook, moet ik eerlijk zeggen. Want vind jij niet vermoeid ook kinderen? Ja, oh man, ja, dus overdag weer lekker weg natuurlijk. Nee, maar ik heb me er ook een beetje in vergist. Het is echt, het zet je heel even op je kop. Ik vind zelf de potjes 51 daar spotjes ook zo moeten maken. Nou, potjes 51 spotjes moet ook, dat denk ik heel goed af wat je kinderen neemt, weet je. Ja, dus je hebt gewoon spotjes over de fietsverlichting en zo en dit en zo en dat. Je hebt je 3 maanden last van, dus een kind zit je 12 jaar aan vast. Ja, bij mij een borstel om dat, zeg maar. Bij de hand die kinderen, jongens. Grote bek allemaal, is niet te geloven. Ik denk dat ik redelijk assertief ben. Maar echt, ja, ik word van thuis nog helemaal gek. Die van mij, die was 7 maanden. Hoe groot was die? Zeker. Toen ik hem zijn arm ook hield. Die zit me zo groot. 7 maanden was hij. Kon hij gewoon zelfstandig een cd opzetten? Hij kon niet lopen, kon niet praten. Sterker nog, ik had mijn jas al aan voordat ik hem naar de crash bracht, met de kinderdagblad. Ging hij nog een cd opzetten? En niet zomaar een nummer, gewoon nummer 8. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Hij staat gek te kijken. En de Teletubbies hebben ze dat gekeken? Ja, nou, dan wil je ook doldraaien, dat is gek van toch? Daar zou een sticker op moeten, gewoon pas op voor herhaling. Ja, dit is levensgevaarlijk, die rommel, jongens. Echt, je kan kopen wat je wil. Ik heb een hele doos aan dit voorop. Gewoon voor Pipi Langkous. Gewoon een rode tractor. K2, K3, K4, alles had ik, zeg maar. Had ik 1 winterversie van de Teletubbies. Heb ik gewoon 3,5 jaar gehoord, deze. Ja, deze. Nog, ja, deze. Nog, ja, deze. Nee, ja, nog een keer, ja, deze. Wat zeg ze alles 3 keer. Zit je gewoon de krant te lezen en hoor je... Het sneeuwt buiten. Zie je het dan? Het sneeuwt buiten. Het sneeuwt buiten. Zie je zo kijken, gebiologeerd? Ja. Dat kan toch nou een goede invloed zijn? Volgens mij, over 15 jaar krijgt die ruzie met zijn eerste vriendin. Hé, heb ik al 3 keer zeggen tegen jou. Dat doen we nu al. Oh, één dingetje jongens, daar moet je even mee oppassen. Want ik dacht, ik doe ook mee met haar, weet je wel. Kan ik ook mijn gordijnen ook open houden. Ik koop een flatscreen. Weet je wel, bij de Lidl. Daar koop een flatscreen bij de Lidl. €229, medium, 54 inch. Ik dacht, nou is niet duur, weet je. Maar wat denk je, jongen, echt. Teletubbies zo vaak gedraaid. Die paarse tinkie winkie is helemaal ingebrand. Van de week keek ik echt een pornofilm. Die denk je niet dat je er boven hangt. Nog een keer. Ja, ik word er niet gehaald van, hoor je. Ik ben alleen opgewonden als ik verdien achter tevoren een paard was. Ja, ik ben er niet op boven. Nee, nou. Nee, ja, maar het is ook. Ik wil even een grap maken. We zien ook mensen. Het is ook natuurlijk fantastisch, weet je wel. Je krijgt er heel veel voor terug. Nou, daar wacht ik dan nog even op.